Dan moet ik eigenlijk een keer naar de Indianenkamp komen. Nee, dat denk ik zeker, ja. En wanneer is het dit jaar weer? Ja, dat is een goede vraag. Welkom bij deze halfvaste optocht hier in Os op 24 maart 2019. We hebben een prachtige dag dit keer. En zoals een van de lopers het toch al zei, het is de Champions League van de optochten. Dus ik ben heel benieuwd wat voor prachtige creaties we vandaag tegen gaan komen. Het bijzondere aan deze wagens van CV Goeie Geknoei is dat ze de meeste handelingen, bewegingen van de wagen met de hand doen. Is het zwaar? Nee. Nee? Nee. Je hoeft niet zoveel te doen? Nee, alleen maar trekken. Wat vind je het leukste aan deze wagen? Daarachter, dat is het leukste. De grootste? Ja. Jullie doen voor de lange tijd weer eens een keer mee hier? Het is 25 jaar geleden dat Rosruijkse wagen mee heeft gedaan, ja. Volgens mij. En waarom zijn jullie er weer bij? Gewoon omdat het kan. 21ste eeuw, overstoelde golven van plezier, ons mooie om te zakken. We komen eraan. We nemen alleen genoegen met een plek bovenaan. Wij zijn de bokkenrijders van Hermes Land. Is het bij toeval dat jullie er zijn? Ja, niet dat we hier zijn, maar wel dat we bij elkaar zijn gekomen. Dus via de lagere school. Hoeveel optochten heb je nou meegelopen dit jaar? Dit jaar, dit is de vierde. Kijk, ja. En hebben we er nog steeds zin in? Zeker weten, ja. In een keer per jaar komen ze buiten de ring. Al die noordelijke kwallen in een squadpak uit Beijing. Het hele jaar door Randstad malen of we niet bestaan. Maar met carnaval, pas maar op, dan komen ze eraan. Snel, waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Kaatsheuvel, Turfstekersland. En die komen helemaal naar Os om de optocht mee te doen? Naar Os om hier een optocht te lopen, ja. Ja, waarom? Gewoon voor de gezelligheid en de beleving met de mensen. Ja. Heb je gezien wat jullie concurrenten doen vandaag? Ja, ik heb wel even een rondje gelopen, maar ik heb zij nog niet in beweging gezien. Hallo. Ja, wij kennen elkaar. Hoe is het? Goed hoor. Ja? Ja. Heb je naar je zin? Ja. Hi Joop. Hey. Zeg het, daar is de camera. Ja. Nou, wij bestaan vandaag precies 20 jaar op de kunstfabriek. Daarom vieren we vandaag een hele grote feest. Het eind van februari, ik heb het nog kei druk. Mijn vrouw die schreeuwt hem aandacht en de auto die is stuk. Ze wil een nieuwe keuken, een hangende wc. Ze moet maar even wachten, ik ga dus naar het café. Jullie komen het herpen? Jazeker. Jullie hebben wel een hele bijzondere wagen. Een hele bijzondere, vind ik ook, zeker. Maar ik heb begrepen dat hij heel mooi is afgewerkt. Ja, ja, hij was heel erg kapot. En we hebben hem nou weer helemaal opnieuw gemaakt, zodat we hier konden shinen. Indianenkamp in Herpen, overlaag. Ja. Ja. En dat bestaat dit jaar 50 jaar. Ja. En dit is onze... Ja. Een mooie promotie dan. Wel hè? Ja, dat dacht ik ook. Ja, dan moet ik eigenlijk een keer naar de Indianenkamp komen. Nee, dat denk ik zeker, ja. En wanneer is het dit jaar weer? Ja, dat is een goede vraag. Goeie vraag. En ik durf het niet te zeggen eigenlijk. Dan zoeken wij nog wel even op internet. Dat gaat wel lukken. Ik heb begrepen dat jullie een ander trekkend voertuig hebben moeten regelen. Die kapot ja, was. Dat klopt. De voorste wagen. Voor de kar is een nieuwe. Dus kunnen we weer voor vooruit. En het is allemaal goed gekomen nou? Allemaal is weer goed gekomen. Jullie hebben vandaag wel veel concurrentie. Ja, dat is altijd ieder jaar. Dus we kijken wel weer wat het wordt. Ik zeg, jij staat wel heel eenzaam. Ja, alleen in de wei. Daarom doe ik mijn dansjes gezellig. Heb je het wel naar je zin? Ontzettend. Heerlijk. Ja. La la, ja la 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 la. Want we komen naar de kloten tijdens carnaval. We loten ons voorlopen met pilsjes overal. Ja, we gaan weer naar de kloten, het is een prachtig feest. Ik zit hier nou al dagen, ben nog niet naar huis geweest. Wat moet ik doen? Ja. Ik heb niet zo heel veel spierballen hoor. Nee, doe maar deze. Deze maar? Deze is ja. Ja. Oké, dan gaan we even proberen dan hè. 1, 2. Toch nog iets gewonnen vandaag. Heb je nou je zin? Ja, ik wel. Wat is jullie thema? Ja, Disney is ons thema. En al 5 prijzen gewonnen, dus het gaat zo goed. En wat is nou de leukste dan aan de hele carnaval?
Ja, dat je bij elkaar bent en dat het gezellig is, dat maakt weer het leukste. Kom eens even erbij. Nee. Kom eens. Nee. Hebben jullie niet koud in die rokjes? Nee, totaal niet. Maar dan heb je geluk dat de zon schijnt. Ja. En wat vinden jullie nou leuk aan Opdorp? De gezelligheid met de groep. Ik schub ze allemaal terug over de Maas. Vol op de patoffel. Allemaal terug over de Maas. Kom op die slof. Oh, waar ze lauwe biertjes stappen en we carnaval niks snappen. Schub ze allemaal terug over de Maas. Je treft het in ons, hè? Ja, 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 absoluut, hè. Dus wie nou nog langer zeurt, hè, die hebben we dit voor in het... Dus dat gaat niet gebeuren, Thijs. Zo doen we dat in ons. Zo doen we dat in ons. We lossen dat zelf op. Absoluut, hè. Yo. Veel plezier. Dankjewel, hè. Oh ja, daar zijn de grote jongens er altijd wel, hè. Ja, een beetje wel. Een beetje wel. Ja, dit jaar iets minder, maar... Heb je veel concurrentie vandaag? Ja, zeker. Meer als andere jaren, denk ik. En wat maakt het verenigingsleven in Ooyen nou zo uniek eigenlijk? Weet ik niet. Ik denk dat je vanuit de jeugd opgroeit. Zou ik zeggen, met de jongens waar je nou nog mee bevriend bent. En ik denk dat je daar dat echt het verenigingsgevoel maakt. De Intercity arriveert voor Brabant plagiaat. Daar kom ik dan. Op zondagmiddag 2:30, dan ben je al te laat. Want carnaval, daar vierde niet op een halve dag. Nee. Wij zuipen hier van donderdag tot dinsdag in de nacht. Jullie hebben een mooi thema dorpskermis in. Ja, klopt. Die dreigen te verdwijnen. Ja. Wat heb je nog ideeën voor de toekomst? Nou ja, kijk maar. Ik zou zeggen, zet dit in het dorp neer en we hebben gewoon allemaal lol. Dat is onze insteek. En hoe gaat dat bij jullie in het dorp? Nou, het is dit jaar de laatste keer. En dan gaan we afwachten wat de nieuwe gaat brengen. Er moet wel wat gebeuren, hè, een nieuwe soort kermis. Dat hopen we wel. Ja. En daar willen we aandacht mee maken met dit thema. Ja, touwtje trekken man en ook de bokbal. Goedemiddag. Hallo. Jullie zijn een van de kleinere wagens. Ja, maar ik ben het niet. Oh, maar ik vind jullie thema wel het leukste. Ja, wij ook. Want het heeft kijk uit een duivel. Ja, het heeft wel de liefde terugbrengen in ons. Ja, de liefde overwint altijd. Weg met die negativiteit en de liefde terugkomen. En de liefde is altijd sterker. Je bent de jeugdprins. Ja. En hoe is dat om dat dit jaar te zijn? Ja, het is superleuk met de Raad van Elf en prins en adjudant en jeugdprinses. Hoe vind jij het om prinses te zijn? Leuk. Ja? En wat maakt carnaval nou zo leuk? Het feesten en muziek. Hoe is het om aan deze optocht mee te doen? Heel gezellig. Jou, ja, gezellig, ja. Ja. En mooi weertje. En, ja. En hoe is het in Magaren eigenlijk? Dit jaar al een beetje pech natuurlijk dat we moesten verzetten in verband met het weer. Ja, alcoholvrij. Ja. En, nou dit ruimschot. Ja, dit is krijg je wel even verdiend, hè? Ja, precies. Zeggen we wel eens. Ja, we wonen op de kloten. Dit is een prachtig feest. Ik zit hier nou al dagen, ben nog niet naar huis geweest. De bar zit vol met vrienden en ieder draagt iets geks. De kastelein is brandweerman, zijn vrouw nog steeds een heks. De band speelt, ik moet zuipen en een bloem. Dit was de halfvaste optocht van 2019. De schoonmakers zijn al begonnen met het opruimen van al het afval wat er ligt. Dus ze zijn goed bezig in ieder geval. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en graag tot volgend jaar.